Kinderen en leerkrachten van openbare basisschool De Boet in het Veld verhuizen volgende week naar de nieuwe brede school in hun woonplaats. Maar voor de dieren was het donderdagochtend al tijd om te vertrekken. Bob de Geit en enkele kippen werden onder luid gejoel ingeladen. Nina van Kerkvoort, directeur van De Boet hier in het veld. De dieren zijn net ingeladen. Waar gaan ze naartoe? De dieren gaan een tijdje logeren in Barsingerhorn bij kinderopvang De Hooiberg. Zij participeren in onze brede school straks. Dus vandaar dat ze nu alvast daar naartoe gaan. En dan gaan we zorgen dat ze voor de officiële opening op 5 april van ons nieuwe gebouw Veldzicht weer terug zijn. Ja, want we staan nu voor de oude school. Maar hoe lang staat die hier nog? Deze oude school, ja, het bestemmingsplan is nog niet helemaal duidelijk. Maar wellicht zal het uiteindelijk toch gesloopt gaan worden. Dus dit gebouw moet in ieder geval leeg opgeleverd worden straks. En wat de gemeente dan mee gaat doen, ja, dat horen we nog. En wanneer gaan jullie eruit? Wij gaan er volgende week vrijdag uit. En per 1 maart wonen we op de Zwarteweg. En om hoeveel dieren ging het? Het gaat momenteel om 1 geit, een fazant, 5 kippen. Nee, 3 kippen, 5 konijnen. Waren de kinderen nog emotioneel of deden ze niet zoveel? Ja, ik zag daar net wel een klein traantje hier en daar. Ja, ze moeten ze toch missen. En sommige kinderen zijn er erg aan gehecht. Dus... Ja, want zij zorgen ook echt zelf voor de dieren? Ja, het zorgen voor de dieren is onderdeel van ons onderwijs. Met name de bovenbouwkinderen hebben de dagelijkse verzorging op zich als taak. Dus bij de school is ook weer ruimte voor dieren? Absoluut, dat hoort bij onze school. Dus de dieren komen zo snel mogelijk weer terug. Ja. Maar ze krijgen een goed plekje straks in Barsingerhorn? Ja, ze hebben een prachtig logeeradres. Daar is natuurlijk alles al voorbereid. Ze hebben zelf een heleboel dieren, dus deze dieren kunnen er best nog even bij. Ja. En zijn de kinderen erop voorbereid dat vandaag de dag was? Kinderen wisten het inderdaad. En voor een aantal kinderen gaan we ook wel een bezoekregeling treffen. Want die vinden het heel moeilijk om ze helemaal te moeten missen de komende anderhalve maand. Ja. Ja, en nu zijn jullie natuurlijk ook volop bezig met de verhuizing van jullie zelf. Alles staat al klaar om verhuisd te worden, ja. Dus het is een hectische tijd. We zijn blij dat de dieren alvast een rustig plekje krijgen, ja. Heb je er wel zin in de nieuwe locatie? Het wordt een prachtig gebouw, dus dat geeft heel veel nieuwe kansen en uitdagingen, ja. Nou, succes. Dank u wel. René, je staat er een beetje beteuterd bij. Wat is er met je? Nou, ik vind het wel een beetje jammer dat ze weggaan. En wie dan precies? De geit. De kippen vind ik een beetje eng. Maar heb jij dan een speciale band met de geit? Nee, dat niet. Maar ja, we hebben wel vaak de dieren verzorgd, dus dat is wel jammer. Je bent er wel aan gehecht. Ga je hem dan bezoeken straks in Barsingerhorn? Ja, we gaan met een groepje. Die en hem gaan we met z'n allen gaan we een keertje kijken of het nog goed gaat. Heeft ze eigenlijk een speciale naam, de geit? Ja, Bobby. En hoe vaak zorg je nou voor hem? Nou, ik zorg meestal met de school. Zorg ik om de 2 weken of zo. Dus... En hoe vond je het nou dat hij daarnet werd ingeladen? Ik vond het wel zielig, want hij stond heel erg te trillen. Heb je hem nog even geknuffeld? Ja. Nou, snel naar Barsingerhorn maar. Ja. Michel Bakker van de Hooiberg, jullie hebben een nieuwe gast. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, Bob. Net opgehaald? We hebben hem net opgehaald, ja. Bij de Boet vandaan in het veld. En hoe lang blijft hij hier nu in Barsingerhorn? Nou, Bob die blijft bij ons totdat de nieuwe locatie bij de nieuwe brede school, Veldzicht, klaar is. En als dat klaar is, dan gaan ze weer terug. En hoe lang duurt dat ongeveer nog? Nou, dat zal wel voorjaar worden. Dus we verwachten in ieder geval met de opening, 5 april, de officiële opening, dat de beesten er ook weer lopen. En krijgen ze dan een mooie plek? Dan krijgen ze een mooi nieuw grasveld met een nieuw onderkomen. Ja, wat ga je er allemaal neerzetten voor de dieren? Nou, er komt weer een schuilstal te staan en alle voorzieningen die verder nodig zijn voor de dieren. Dus en dan gaan de geiten en de schapen weer terug. Ja, en het ging ook om kippen, hè? Want we staan nu wel de hele tijd bij Bobby de geit, maar er zijn ook kippen verhuisd. Is het stressvol voor ze om verhuisd te worden? Nou, ze moeten natuurlijk heel eventjes wennen, maar over het algemeen went het heel snel, hoor. Dat gaat goed komen. En Bobby is volgens mij nu al op zijn plek. En nu gaan de kinderen hier op de Hooiberg, die gaan ook weer voor Bobby zorgen? Ja, zeker. Dat wordt straks weer bezorgd door de kinderen. Daar hoort Bobby ook bij nu.